Auto versneld en de start is gevallen. Binnenkant Luc Schermer, buitenkant Jack. En Luc gaat bijna net zo hard als Jack. Dat is wel heel wat, want er zijn niet zoveel die net zo hard kunnen als Jack. Jack aan de buitenkant neemt nu wel de leiding over. Jack gaat als eerste de bocht in, Luc Schermer op de tweede plaats. Jordi Grauw houdt de binnenkant bij Orgy Vrijthout. En daarachter volgt dan Willem Steur met It's Baldwin. Zo gaan de paarden de bocht door. Karel G. Greenwood had wat moeite met die bocht, hing daar een beetje en ligt op plek 6. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. En dan wordt de leiding overgenomen door Luc Schermer. Luc Schermer wil het weten en neemt de leiding over van Jack. Jack wordt teruggenomen. Daarachter ligt dan op de derde plek Misha Brouwer met Orgy Vrijthout. Opening 1-10-5. De gouden helm van de amateurkampioen, die ligt op kop. Wim Brouwer met Luc Schermer. Daarachter Jack, tempo gaat wat naar beneden. Orgy Vrijthout ligt op plaats 3. En de rest van het veld aangesloten daarachter. Vierde plek is voor Jordi Grauw, vijfde It's Baldwin. Zesde is Karel G. Greenwood en daarachter volgt dan Kia Ora. Blijft tempo in de koers. Van tempo drukken houdt Luc Schermer niet zo. En dus liggen die drie paarden iets voor de rest. En het is Luc Schermer die leidt. En dan gaat Misha Brouwer naar het tweede spoor. Die gaat op bezoek bij zijn vader, want die ligt aan kop. Wim Brouwer aan kop. En Misha Brouwer komt daar nu schuin naast. En zo gaan ze met z'n tweeën naast elkaar de laatste ronde in. Tussentijd 16-3. De eerste kilometer gaat net boven de 1-13. En het is Orgy Vrijthout die overneemt. Orgy Vrijthout, Luc Schermer, dan Jack. En aan de buitenkant is nu onderweg naar voren Karel G. Greenwood. Karel G. Greenwood ligt op dit moment op gedeelde vierde plaats samen met Jordi Grauw. Daarachter It's Baldwin. Rechte lijn overzijde. En het is de Belgische derby-favoriete Orgy Vrijthout die leidt. En die neemt zelfs iets afstand van Luc Schermer. Pak twee lengte voorsprong. Aan de buitenkant is nog altijd aan de opmars bezig Karel G. Greenwood. Die komt aardig naar voren. Ligt op dit moment al op plaats 3. Wim Brouwer trekt nu de proppen bij Luc Schermer. Ligt nog altijd tweede, maar dat duurt niet lang meer. Want daar komt Karel G. Greenwood aan de buitenkant. En die gaat hem voorbij. 15-5 de tussentijd. En Karel G. Greenwood gaat nu op jacht naar de leider. En die leider is nog altijd Orgy Vrijthout. Orgy Vrijthout, Karel G. Greenwood. Daar komt ook Kia Ora aangeslopen. Die komt er heel hard aan. En Luc Schermer, die heeft het wel een beetje gehad. Het is halverwege de Tjarda-bocht. Nu ook Jaguar van Assem die drie dik naar voren komt. Koploper die demareert en loopt weg bij het veld. Orgy Vrijthout komt als eerste in de laatste rechte lijn. Karel G. Greenwood ligt tweede. Jaguar van Assem wordt aan de buitenkant ingezet. Kia Ora gaat nu ook heel veel speed ontwikkelen. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Het is Orgy Vrijthout die leidt en Orgy Vrijthout die ook gaat winnen. Wie wordt er twee? Kia Ora neemt de tweede plek voorlopig even over. Karel G. Greenwood komt mee. Aan de buitenkant Jaguar van Assem. Op weg naar de streep is het Orgy Vrijthout voor Kia Ora en Jaguar van Assem. 14-2 voor de winnaar.